Hoi, yo, ik heb het lang niet over Peter Gillis gehad. Ik weet nog wel de eerste keer alsof het de dag van gisteren was. Ja, dit is van de weekse fijne auto. Ja? Van maandag tot vrijdag heeft hij een andere Rolls Royce gekocht. Dat was tot dan toe de meest absurde house tour die ik ooit in mijn leven had gezien. Je zou kunnen zeggen, kon niet erger. Maar het is er toch gelukt, want een paar maanden later kocht hij een kasteel. Jezus. Ja, ja. Yes! Yes! Dat is het beste stukje fragment wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Heel die house tour was wel echt absurd. Maar al die periode, 10 november 2021, ging Po-nieuws langs bij het kasteel van Peter Gillis. En toen zag de wereld er nog anders uit. En als Peter nog een keer bedenkt om op zijn knieën te gaan, dan hebben we alvast een trouwlocatie. Ja, yep, toen wilde Nicoleke namelijk niks liever dan trouwen met haar vriend die 250 miljoen waard was. Nou, dat is mislukt. Die zijn hartstikke uit elkaar nu. En voor als je het nog niet hebt meegekregen, ze zijn zo erg uit elkaar. Ik spreek Peter niet meer, ik hoor hem niet meer, ik zie hem niet meer. Nee, dat is vreselijk nieuws. En gek nieuws ook, want Peter zei op zijn Instagram dat ze als maatjes nog met elkaar omgaan. En precies nu ze gewend was aan het luxe leven, dumpt Peter haar en laat hem met niks achter. Peter heeft me natuurlijk achtergelaten met niks. Zoals iedereen heeft kunnen lezen in het nieuws. Waar ze ook niet recht op had. Waarom is dat een ding? Waarom zegt ze dat? Waarom zou hij haar geld meegeven? Dat is dan ze gewoon verkeer in gehad. Goed, Nicoleke is niet stil gaan zitten. Want zij heeft zich ontwikkeld tot ondernemer. Ze ging op OnlyFans. Ja, ik ben voortaan ook te volgen op OnlyFans en op Friends to Follow. Nou, een abonnee kost op OnlyFans $19.99. En Friends to Follow dacht ik €18. Nice! 18 eurotjes kan Nicoleke in de lingerie zien. Vriend ze ook veel geld mee. De reporter die deed een snelle rekensom. Je hebt 3000 abonnees. Als ik even snel reken, dan is dat €30.000 binnen één dag verdiend. Ja, want 3000 keer 18 is 30.000 inderdaad. Oké. Of misschien heeft hij het berekend zonder de belasting. Nou, vind ik dan wel weer lief. Had hij beter kunnen doen voor die Belg. Ik heb gehoord laatst dat Shirley bijvoorbeeld van Extra Beach geen belasting betaalt. Ik ook niet. Ze is een week later opgepakt. Nou, goed. Over geld gesproken. Peter Gillis heeft een nieuw huis. Derde huis van hem in anderhalf jaar tijd. En Mark van Po-nieuws ging langs. Ja, Peter Gillis heeft een nieuw huis gekocht en deze week ook de sleutels gekregen. Hoog tijd voor ons om een kijkje te nemen. Ik zie al vier grote witte palen die hoger lijken dan die van het Witte Huis. Zoiets heb ik in Nederland nog nooit gezien. Maar Peter Gillis staat op ons te wachten en ik moet hem een seintje geven als hij het beeld in kan komen. Stond hij daar nou te wachten totdat hij heel nonchalant het beeld in kon rijden? Hé hey Markie, als jij me nou een subtiel seintje geeft, ja, kom ik aanrijden met mijn Rolls Royce. Een subtiele seintje wat Mark gaf. Markie, dat is toch niet wat ik bedoel? Ik weet niet wat voor accent ik doe. Ik weet niet eens waar Peter vandaan komt. Oh jezus, een Rolls Royce, een dikke Peter Gillis. Je bent enorm. Wat is dat nou? Ja, een beetje aan het regime, hè? Zie je een gezonde ui, jongen? Ja. Jongen ook. Dat is een multimiljonair van 65. Nou, jongetje, wat zie je er goed uit? Je ontploft bijna geen eens meer. Ik weet ook niet waarom hij door zijn knieën ging. Zie je een gezonde ui, jongen? Ja. Oké, we gaan terug naar het huis. Ja, dikke 20 kilo afgevallen. En even goed als het huis wat je hebt gekocht. Ja, paleis hè, noem ik het maar. Kijk. Ik bedoel paleis. Wel vet, hij gaat van villa naar kasteel naar paleis. Wat is ook het volgende? Wat is groter dan dat? Zijn buik vorig jaar. Is dat wel niks? Peter! Het paleis, of niet? Oké, wat de fuck is dit? What the fuck is dit, joh? Maar waarom koop je dit voor jezelf? Ja, kijk dan. Nou, ik vind het mooi. Het is... Ja, ik vond hem gewoon mooi. Ja, ik reed er langs en ik dacht... Waarom niet? Kiel heeft geen gezin meer en is vier keer groter gaan wonen. Hij zei trouwens in een interview dit. Je zei wel te vinden, hoor. Ja? Niet met jou lekker naar Spanje gaan, dat denk ik wel. Ja, misschien wil ik er wel twee. Drie? Ik zou voor drie gaan. En dan dat ze allemaal vijf kinderen hebben. Dan alsnog is dit te groot. 2700 vierkante meter vloeroppervlakte. Dat is 90 keer dit huis. 90 keer! Nu snap ik dat hij zoveel is afgevallen. Kiel loopt naar de afstandsbediening en verliest 7 kilo. Bij Peter is een lopend buffet gewoon de avond vierdaagse. Kijk eens aan. Waar staan we hier? Dit is de woonkamer met een televisiewand, een open haard van 4 meter breed. 4 meter? Een open haard van 4? Die zijn er altijd 80 centimeter of zo. Hier hebben we de keuken, Clive Christian keuken.
Even snel, Peter, anders halen we het niet. Dan moet je hier maar eens voelen aan het blad. Normaal is dat hol. Maar dat is echt een duur marmer blad. Dus ik denk met de bijkeuken erbij €400.000 zonder apparatuur. 4 ton zonder apparatuur? Wat bedoel je? Een keuken is toch allemaal apparatuur bij elkaar gezet? Zet een wasbak, koelkast, een vaatwasser midden in een weiland. En mensen komen langs en zeggen, wat doet die keuken daar? Wat is een keuken zonder apparatuur? Waarom zit die apparatuur ook niet in de prijs van 4 ton? Waar gaan we nu heen? Ja, naar het kantoor. Eerste deur links. Oh. Hier worden de centjes verdiend om de gaskosten überhaupt te kunnen betalen. Jazeker. Nee, hier staat ook weer zo'nzelfde kast waarvan de keuken is. Hier komt het bureau. Spiegeltje? Spiegel zit de televisie achter, dus... Een tv is dat? Ja, dat is een tv. Dat is ook wel logisch. Want Peter Gillis is 1,60 meter. Die komt niet eens boven de open haard. Wat zou hij met deze spiegel moeten? Ook spiegeltje zeggen. Deze spiegel is groter dan mijn voorgevel. Ja, kan ook de camerabeelden bekijken. Maar rondom staan allemaal camerabeelden. Kan je daar zien. Hoeveel camera's telt het daar? Ik geloof 40. Kogelvrij glas erin. 40 camera's met kogelvrij glas. Ja, ik denk dat Peter inderdaad met vakantieparken zijn geld verdient. Kijk ook hoe groot dit huis... Wat? Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Wat is dit? Hij is in zijn eentje. Een veilig huis, zeg ik zomaar. Oh. Oké, jeez. Wat is dit voor TBS-kliniek? Het is een soort gestoorde huis, dit. Je kon niet eens boven je eigen zwembad uit. Het water zit tot hier, snap je? Dit is de waterlijn, dus dat past precies. Het water staat tot aan mijn lippen. Ja. dat is grappig, want nu lijkt het alsof ik in de schulden zit als skeermensen. Maar nee, joh, nee, het zwembadwater van mijn kinkergrote paleis, dat komt aan mijn lippen. Voor de mensen, water dat aan je lippen betekent dat je in nood zit. Prank! Dat is een klein prankie. Kijk die achterwand. Daar hebben ze tegeltje voor tegeltje helemaal in geplakt of in het cement. En dan hebben ze met bladgoud en bladzilver helemaal ingewassen. Ik had geen idee dat bladzilver bestond. Wie doet dat ook aan zijn muur? Wie doet goud? Hij gebruikt bladgoud als een soort behang. Zelf zou je dit eigenlijk toch nooit aankopen? Nee, maar als het er eenmaal in zit, vind ik het wel heel mooi. Ja. Ik vind het wel echt. Als je dat zo ziet, jongen, daar heet niemand. Dit is zeker een autolift. Dat is een autolift, ja. Daar kan de auto op rijden. Nou, ook geen idee dat dat bestond. Dat was ook niet mijn gok geweest als ik deze ruimte inliep. Ik had daar gestaan en dacht... Waarom zit er een vierkant in de vloer? Wie denkt er gelijk aan een autolift? Je zou het zelf nooit aanschaffen, maar als het er is het wel prettig. Als je veel auto's hebt, is dit makkelijk. Maar ik ga beneden een Harley-museum maken, dus ik heb de lift nodig voor mijn Harley's naar beneden te brengen. En voor de rest, auto's parkeer ik binnen of buiten. Ik heb ruim 300 Harley's en ik denk dat er hier 160 in kunnen. Dat is echt de mooiste modellen, zet ik hier weg. Ja, er is niet ruimte voor allemaal, dus ik zet hier gewoon alleen de allermooiste neer. De mooiste 160 Harley's. Dat heeft denk ik nog nooit iemand in de wereld gezegd. Hij is wel echt goed aan het doorsparen. Zijn eerste house tour had hij er. Ik denk ruim 100 Harley's. 100 Harley's was al dat je denkt, ik wil dood. Zijn tweede house tour. Dus ja, nogmaals dat mini-museumtje van ja, hoeveel Harley's heb je nou eigenlijk, Peter, ongeveer? Ik denk een 150. 150, dus een paar maanden later. En nu heeft hij er 300. Deze kill krijgt Harley's bij zijn boodschappen doen of zo. Oh ja, trouwens, als je afvraagt waarom Mark de hele tijd rent overal naartoe. Hij vond het grappig om alles rennen te doen, omdat het zo groot was. Waardoor je eigenlijk alleen maar geheig hoorde. Nee. Fantastisch. Over heigen gesproken. De master bedroom. Hier moet straks gaan gebeuren. Wat moet er gaan gebeuren? Want volgens mij gebeurt er op dit moment heel weinig gehadsevlat. Nou, dat komt wel weer, hoor. Oh, ik denk, nou, die gaat nu zeggen dat hij zich helemaal suf neukt. Nou, ik... even rustig, ik neuk me helemaal gek, hoor, hier zo. Ik weet niet wat jij nu... Nee, dat was hem niet. Hij zei nou van... Nou, het gaat ooit wel weer een keer gebeuren. Kom nog eens een keertje terug. Als ik 500 Harley's heb. Nou, toen ging hij weer hijgen naar de volgende locatie. Dus, Kills huis is gewoon zo groot dat ik het heb over locaties. Als ik een hele dag thuis ben, dan heb ik via die app 65 stappen gezet. Hij kan gewoon rennen in het huis. Als iemand bij mij thuis vraagt waar de wc is, dan zeg ik altijd... Ik heb 2 deuren in mijn huis. Eentje is de voordeur, daar kom je net doorheen. Nou goed, Peter Gillis heeft een bioscoop. Moeten hier meubels terug in, wat fauteuils waar je kan zitten, wat lichtstoelen. Scherm erin,
Een beamer erin, geluid erin. Want jij houdt wel, jij hebt echt, jij kijkt wel hobbymatige goede films. Ja, ik hou wel van een mooie film, dus... Die gaat hij nooit gebruiken. Hij heeft trouwens nog veel meer in zijn huis. Ik heb beelden gevonden van toen het huis wel gemeubileerd was. Hey, welkom, dit is MTV Cribs. Alles is fucking groot hier. 400.000 euro keuken. Zonder de apparatuur. 4 meter open haard, zie ik. Verbrand half Brazilië in 2,8 seconden. Noem maar een McLaren. Zwembad met bladgoud aan de muur en blad zilver. Sauna, of zo, denk ik. Van blad koper, ik weet het. 25 Birkin bags. Dit is mijn huis. Wow, dit is groot. Wat slaat dit op? Ik hoop met heel mijn hart dat Pure Luxe Floris de house tour met Peter Gillis gaat doen als het af is. Please, doe dat. Jezus, ja. Say you.